dit dus elke keer als de meisjes naar binnen willen. Hoe graag willen jullie naar binnen? Hallo? Wij zijn Stella en papa. Stella en papa. Ja. Heb je weer andere sandaaltjes aan? Ja. Ja? Ja. Oh, oké. Vond jij het? Ja, omdat jullie zo grappig elke keer op de deur kloppen. Oh, heb jij het gefilmd? Ja, toen hoorden jullie. Ik hoorde jullie. Zeg maar hallo. Hallo. Nee, zo. Hallo. 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 Goedemorgen, we zijn alweer van boord om Corfu te gaan verkennen. Dit is alvast een voorproefje. Maar eerst ontbijten. Het ontbijt is 3 roggebroodjes, gekookte eitjes, 1 donut, lekker kaas bovenop de eitjes. Mm-mm. En ik heb zo meteen een pannenkoek met Nutella. Yes, thank you. Een historisch moment volgens Stefan. De Europese vlag wappert nog naast de Griekse. Misschien binnenkort niet meer. Stefan schrijf je dus met PH en hij heeft vanaf nu een nieuwe naam. Stefanopoulos. En elke keer als ik dat zeg, dan doet hij dus dit. Dan vindt hij dat hij een Griekse god is geworden ofzo. Dat deed hij trouwens ook toen hij die video van die sixpack zag. Toen zei hij, kijk naar mijn spieren, kijk naar mijn spieren. Oeh, dat ziet er wel erg cute uit. Stefanopoulos, wat zijn onze plannen voor vandaag? Alles is onopoulos. Een ballon is ballonopoulos. Een straat is een stratonopoulos. Opponopoulos. Stellanopoulos. Thank you very much. Thanks. Thank you. How do you say thank you in Greek? Efcharisto. Efcharisto? Jij moet de keuze. Zeg, ja, weet ik. Maar zeg wel. Dit gekocht? Nee, eerst jij. Ik weet niet of het heel oneerbiedig is, maar ik vind hem oprecht heel, heel mooi. Can I have small bubblegum, please? Bubblegum, het is bijna 3 uur en we gaan weer terug naar de boot. Op sommige bestemmingen heb je heel veel tijd, zoals bijvoorbeeld in Sicilië. Maar in Corfu, waar we vandaag zijn, hebben we niet zo heel erg veel tijd. De boot gaat alweer. Nou, je moet om 4:15 moet je alweer terug zijn op de boot. Om 4:30. En ja, dus we hebben niet zo heel erg veel gedaan. Gewoon een beetje door de straatjes rondlopen, een drankje gedaan. En nu gaan we weer terug. Dit is trouwens wat ik aan heb voor onze korte wandeling. Mijn same same shirt uit Thailand. Daaronder heb ik een leren shortje en mijn zilveren combo. De zilveren schoentjes uit Taipei en de sokken uit Zuid-Korea. Wauw, de zee ziet er erg mooi uit bij Corfu. Super helder. En dat diep blauwe. Thank you. Ik wilde bijna een echte vleesburger nemen, totdat ik de vega burger zag. En daar zit iets op wat ik veel lekkerder vind. Dat is avocado en tomaat en dat soort dingen. En ik dacht, ja, sorry, maar de toppings van deze zijn allemaal veel lekkerder dan dit. Dus ik ga gewoon voor de vega burger. Oeh, we hebben hier de frietjes met de melty cheese sauce. En een vega burger met een portobello erin. Oeh, lekker. Ziet er echt goed uit. Ik had hem net al geproefd, maar rookkaas op een burger. Daar heb je super lekker. En aan de andere kant van het schip kan je toetjes halen. Dus we hebben scones met cream en jam. Een brownie. En een cupcake en fruit. Oh yes, en dan dit uitzicht. Wauw. Iedereen zit aan het zwembad. Stefan die gaat ook zo. Maar ik lig gewoon lekker even in bed. En ik heb dit boek gevonden in de bibliotheek.
van de boot. Er is een bibliotheek in de boot. Come on. En dit lijkt me echt super tof. Het gaat over survival. Maar niet alleen over, ja, weet je, het gekke survival. Dus bijvoorbeeld als een vliegtuig neerstort. Maar ook bijvoorbeeld everyday survival en dat soort dingen. Ja, dat lijkt me echt een heel, heel vet boek. Zeker als ik ooit de K2 wil beklimmen. Oké, dit vind ik echt een brute insight die ik met je wil delen. Wat hij zegt is dat de meeste mensen, als je iets overkomt, je wordt ziek of er gebeurt iets. We willen heel graag dat het leven zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk teruggaat naar hoe het daarvoor was. Het normale leven. En wat hij zegt is dat de beste survivors begrijpen dat normaal gewoon een fase is. Het is een perceptie. Het lijkt altijd constant te zijn, maar het is eigenlijk gewoon een pauze tussen de chaos en de rotzooi in het leven. En echte survivors accepteren dus dat het leven waarschijnlijk niet meer normaal gaat worden zoals het was voordat datgene gebeurde wat heel naar is. En ze laten het gaan. Let it go! Passen zich aan en ja, omarmen eigenlijk het nieuwe normaal. Dit is voor mij echt een belangrijke insight, want ik vind veranderingen niet fijn. Als er mij iets overkomt, dan wil ik inderdaad ook weer terug naar, ja, hoe het daarvoor was. Naar de fijne staat van normaal, om het zo maar te zeggen. En het is, ja, dit soort dingen helpen me om te dealen van, oké, let it go, pas je aan en omarm je het nieuwe normaal. Dus misschien helpt het jou ook. OMG, ik heb maar 34 pagina's van dit boek gelezen. Het heet The Survivors Club van Ben Sherwood. Lees het boek, want het gaat niet alleen over survival op bergen en dat soort dingen. Het gaat over het gewone leven en de worstelingen die je meemaakt. Ik weet dat er een aantal te Sili zitten die het nu heel moeilijk hebben. Ik weet dat er een aantal het in het verleden moeilijk hebben gehad. Ik heb zelf mijn burniversary gehad, om het zo maar te zeggen. Het is nu meer dan een jaar geleden dat ik een burn-out heb gehad. Ish happens in het leven. Dit is niet om zielig te doen of whatever. Ish happens. En je moet jezelf er met je haren uittrekken. Ik vind het nu al een tof boek, omdat je survivor verhalen leest van mensen die, ja, die een vliegtuigcrash hebben overleefd, maar ook een moeder die haar eigen dochter heeft overreden en die dan ook moet, weet je, uitvinden hoe ga je daarna verder? Hoe ga je verder nadat je je dochter hebt overreden? En als je gelukkig bent, dan kan ik je ook van harte aanraden om dit boek te lezen, want het maakt je nog gelukkiger en dankbaarder dat je op dit moment in een, ja, in een soort van veilige haven bent in je leven. Ik ben nu al helemaal gek op dit boek, dus als je iets goed wil lezen, dan kan ik deze aanraden. Wauw, dit is best wel een zen momentje, hoe die zee vaart. Hoe die zee vaart. Wow, did I just say that? Hoe de boot vaart. Langs de bergen, die diepblauwe zee. Mocht je een drukke dag voor de boeg hebben, hier is je relax momentje. Dit is wat ik aan heb voor het avondeten. Mijn Zara hakjes. Die heb ik al heel lang heb ik in Hongkong gekocht. Daarboven heb ik de kantrok aan die ik in Shanghai heb gekocht. Met een vintage riem. Ik draag hierbij mijn Chanel tas uiteraard. En een bodystocking van ASOS. Met daaronder een topje van Monkey. Om het wat bedekter te maken. Caprese salade als voorgerecht. Het hoofdgerecht is een Napoleon van aubergine en polenta. Geen idee wat het is, maar je ziet het. Het toetje is opera cake, opera taart. Ik weet even niet meer goed wat erin zit, maar het was iets van chocolade en koffie, mousse en dat soort dingen. Het ziet er heel lekker uit. Jenny wil ook haar toetje laten zien. En dat is mango, bosbessen, crumble, crisp of zo, toch? Ja, crumble gewoon. Vond vandaag. Morgen zijn we in mijn home country. We gaan namelijk naar Dubrovnik. En Dubrovnik ligt in Kroatië. Er is vaker gevraagd, wat is nou precies jouw afkomst? Mijn afkomst is Joegoslavisch. Dat zeg ik altijd omdat mijn ouders officieel een gemengd huwelijk zijn. Mijn moeder is Servisch, mijn vader is Bosnisch. Ik ben geboren in Belgrado.
Maar we hebben bijna mijn hele leven dat ik in Joegoslavië woonde tot mijn 8e, hebben we gewoond in Bosnië. We gingen elk jaar op vakantie naar Dubrovnik. Dus toen mijn ouders uiteindelijk vanuit Joegoslavië, wat het toen nog was, vluchtten naar Nederland, was het nog steeds Joegoslavië. Ik maak dus geen onderscheid tussen Montenegro, Kroatië, Servië, whatever. Ik ben gewoon Joegoslavisch en ik voel me in Dubrovnik net zo thuis als in Belgrado of in Jajce, waar ik dus in Bosnië woonde. Oh man, wat heb ik hier zin in. Ik heb hele hoge verwachtingen. Ik ben er heel lang niet geweest. En we gaan dus samen voor het eerst weer terug naar Dubrovnik. Als je geabonneerd bent, dan ga je sowieso met mij mee naar dit spannende moment. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, wat, zo tof. Je gaat voor het eerst terug naar de plek waar je als kind altijd op vakantie ging. Daar wil ik ook mee naartoe. Klik dan hier om je te abonneren en dan ga je natuurlijk ook mee. Mocht je nu meteen een aflevering terug willen kijken, dan kan je hierop klikken. Gisteren waren mijn terminen, was ook super vet. En ja, anders zie ik je morgen gewoon. Dankjewel voor het kijken. Ik ga slapen. Wel te rusten. Tot morgen.